Goeiedag lieve lezers van Vorsten, dag 2 van het bezoek van koningin Mathilde aan Mozambique. En vandaag zijn we doorgedrongen tot het authentieke Mozambique. Koningin Mathilde is in Mozambique als pleitbezorger van de Verenigde Naties voor de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelen die alle lidstaten in 2015 met elkaar hebben afgesproken. Mathilde bekommert zich vooral om de ontwikkelingskansen voor vrouwen en kinderen. Maar ze bezoekt ook een waterontziltingsproject. Achter mij bezoekt koningin Mathilde momenteel een project, een waterproject, want hier in Mozambique is een groot probleem met extreme droogte. Ook bezoekjes aan een landbouwprogramma voor vrouwen en een districtziekenhuis staan op het programma. Aan het eind van de dag praat Mathilde met vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld. En ook daar is onze Wim de Handschutter weer bij.